Deze beschouwing die gaat over bangmakerij door de eeuwen heen. <laughs> ik hou het lekker rustig, dus niks aan de hand, dat is wat ik je maar wil vertellen. Uh, wij worden bang gemaakt. Momenteel is dat dan uh, iets met de global warming. Ik heb het nu ook heel erg warm. Ik doe even mijn, mijn sweater uit. Hé, hey, hé, hey, dat scheelt. Dat is ook weer zo, weer met die global warming. Hè. Ik heb de kachel dus helemaal niet meer aan. Hè. Ja, dat scheelt weer een hele hoop koolstofdioxide. Hè. Ja, dan wordt het vanzelf weer kouder. En dan moet ik mijn kachel weer aan gaan doen. En dan krijg je dus extra CO2. En dan wordt het weer warmer, zeggen ze. Dat is maar de vraag trouwens. Hè? Want die relatie is nog niet aangetoond. Dat je het even weet. Hè? Het wordt beweerd. Ja. Maar dat iemand het beweert betekent niet dat dat zo is. hè. En ook als er uh, 10.000 mensen zijn die iets beweren. dan betekent dat nog steeds niet dat het zo is. De relatie tussen koolstofdioxide en de, de mondiale temperatuur. Ja. En de Kilimanjaro. Dus dat ligt een hele hoop ijs. En ja, die is dan aan het smelten, maar dat is al vrij lang aan de hand hoor. Begin van de 20e eeuw is die enorm snel gesmolten. En sinds die tijd uh, smelt hij nog steeds een beetje, maar niet meer zo erg als toen. Maar het wordt ieder jaar heb je een beetje minder ijs op de Kilimandjaro. Dat is die berg daar ergens in Afrika of zo. Ja, maar is dat een probleem? Ik zou niet weten waarom. Stijgt de zeespiegel? Ja, die stijgt. Wij hebben hier voor de kust van Nederland, hebben wij heel eenvoudig metertjes. En die meten de hoogte van de zeespiegel. Nou, dan heb je natuurlijk eb en vloed en zo. En, uh, soms heb je noordwestenwind en dan wordt het water tegen de Nederlandse kust opgestuwd. Dan heb je tijdelijk dus hoog water. Door de wind. Ja, dan heb je weer oostenwind en dan zakt het weer. En wat je dan moet doen, dan krijg je al die waterstanden krijg je binnen en dan heb je. Ja, dat, dat doe je uitmiddelen. Dat is, ja, dat is een eenvoudige statistiek. Dat is niet zo heel erg ingewikkeld. En wat je ziet is dat er, wat, er wat, wat ze zien, is dat er gemiddeld een stijging is van nu 0,2 centimeter per jaar of zo. Dus in de afgelopen 50 jaar zoiets is het. De zeespiegel bij de kust hier, bij de Noordzee. Ik dacht met 10 centimeter gestegen. Ja, maar ja, het is een, een stijging van de zeespiegel, zonder meer. Maar die verhalen die dan staan in het boek van El Gore, El Gore Smirlap, El Gore Ja, Die gekke vent. Ja, ja van ja, Nederland loopt helemaal onder water. En uh, Amersfoort, uh, het wordt Amersfoort aan zee. En ach, gaat toch weg. Dat is niet aan de hand. Punt. Ik kan wel zeggen dat het te gebeuren staat. Maar waar baseer je dat op? Ja. Kijk, en de, de wereldtemperatuur, de gemiddelde temperatuur zo over de hele wereld, ja, die is ook aan het stijgen. Sinds. 17e eeuw ongeveer. Lang voordat de industriële revolutie kwam, met veel niet-fossiele brandstoffen die verbrand werden, en voor die tijd al begon de temperatuur wereldwijd te stijgen. En die stijgt nog steeds. Maar ook niet dat je denkt van wauw zeg. Heb je hebt het over gemiddeld, dat zijn 1, 2 graden of zo? Ja, daar wil je ook niet. Uh, ja. Geen reden tot paniek, laat ik dat maar zeggen. En kijk je nou naar het klimaat van Nederland. Is dat nou merkelijk, aanmerkelijk veranderd? We hebben nog steeds van die natte zomers af en toe. En, en de winter van. 2009, 2010 was het bitter koud, dat weet ik nog wel. En de winter van 2010, 2011 was ook zo ontzettend koud. Ik weet nog wel dat ik hier sliep, toen was ik net gescheiden namelijk, daarom weet ik dat nog zo goed. En die flat van mij was zo goed als leeg en ik had niet eens gordijnen. En toen sliep ik hier al. Zo'n rare akoestiek heb je dan. Hè? En mijn kachel die had ik s'nachts helemaal uit. Met die knop helemaal naar nul of zo. Maar het was zo koud, dat hij toch aansloeg. Terwijl dat voor mij niet hoefde. Een lekker warm dekbed, en, uh, ja, een joggingpak. Aan. Zo. Hey, dat ging allemaal prima. Maar dat geluid van die kachel, dat, die kachel van midden in de nacht. Doeng, en gaat die weer zo gonsen. Dat is een eenvoudige gaskachel heb ik hier. Nou, Die kachel die heb ik al vijf jaar of zo, vier jaar niet meer aan hè. Die, die kan ook niet meer aan. <laughs> niet zo heel lang geleden was Wim Kruidentuin was hier om te eten. En die, uh... die zei: Wat is het hier koud? Ik zei, Nou ja, steek de kachel maar aan als je wil. Ik was aan het eten koken natuurlijk. En Wim kreeg hem niet aan. Dat hebben we nog samen geprobeerd, maar kregen hem niet aan. Dan moet ik even dat bedrijf bellen, maar ik denk van ja, kom op man. Dat is nog heel snik en snik en snik heet joh. De kachel lopen toch niet aan. En die hele koude winters, die hebben we gehad. Maar, ja. maar geen elf steden toch, dat is alweer een tijdje terug. Ja. Ja, is dat erg? Ik zou niet weten waarom. En we hebben zomers gehad de afgelopen tijd. Ja, de afgelopen zomer, dat was echt een hele warme zomer. Maar een paar zomers daarvoor was weer een zomer met mijn met, met pet. <laughs> een petzomer. Letterlijk dat je met de pet over straat moet. Gewoon <laughs> een misere regenweer. En met de klimaat is niks aan de hand. Het verandert. Ja, ja, dan wel. Dus en omdat. Moet ik mij daar zorgen over maken? Waarom? Zo. Noem me dan een voorbeeld waar ik me zorgen over moet maken. En het wordt ons wel aangepraat. Alsof er wat aan de hand is. Hè? Er is ook een, een klimaatverdrag van Parijs. En dan moeten we allemaal geld op tafel gaan leggen. En dan ruik je al waar de rotte vis aan het rotten is. Hè? Aha! Het kan opgelost worden als wij poen op tafel leggen. Nou, dan weet je al dat je genapt wordt. Want er staat helemaal niet vast dat de klimaatverandering die er is, dat die veroorzaakt wordt door de mens en zijn activiteiten. Want het valt allemaal prima binnen de marsjes hoor. Wel in de middeleeuwen was het hier behoorlijk warm. Dat weten wij uit onderzoek naar boomringen. Jaarringen heet dat. Jaarringen van boomstammen. Daar kunnen wij dat prima aan zien. Zo. We kunnen zelf zien wat de koolstofdioxideconcentratie was. Lang geleden, echt al heel lang geleden. Aan de fossielen van bladeren. En de koolstofdioxideconcentratie die in de atmosfeer die is aan het stijgen. Van 0,03 procent, moet je nagaan, dit is bijna niks hè. 0,03 procent naar 0,04 procent. Zo, zeg wat veel. En die is, ja vroeger, er zijn periodes geweest dat de koolstofdioxideconcentratie vele malen hoger was. Misschien wel 0,4 procent ofzo. Ja, die tijden zijn geweest. Daar praat je over heel lang geleden. Ja. Hebben wij dat toen veroorzaakt? Nou, ik dacht het niet. Dat is schier onmogelijk. En ik zag vandaag zo'n reclame op internet. En was het zo. Je zag een vrouw van in de dertig zo. En, die was dan weer single. En ze dacht dat er een man naar haar keek en dat hij zwaaide. En dan leefde ze helemaal op van, oh, een man kijkt naar mij en zo. En die man die loopt haar straal voorbij, want die zag namelijk zijn geliefde staan. Dat was iemand van hetzelfde geslacht. Die gaven elkaar innig en dan ja, begroetten ze elkaar. Arm in arm liepen ze weg. En, en zij was dan nog steeds hot. Ze was een dus single en hot. En ze had een waterfles bij zich. En die was gemaakt van recycled plastic. En dat was dan een soort thermoskan achtig idee. En dat water erin was dan lekker koel. Cool. En doordat ze die fles gebruikte, werkte ze mee aan het redden van de planeet. En ik denk, wat is het van onzin. Wat? Wat? Weet je? Je hebt een thermosfles. met water erin. En die fles is gemaakt van gerecycled plastic. En dan werk je mee aan het redden van de planeet. Oh. Ik ben het even kwijt, hoor. Ja, toch? Want uh, die, die fles. Uh, er wordt dan dus geïnduceerd of geïmpliceerd ofzo, zo, moet zeggen geïmpliceerd, dat plastic is dan slecht voor de planeet. Nou, ik zou niet weten waarom hoor, maar jij wel? Plastic is uh, polyvinylchloride. Er zit chloor in, ja. Ja, nou ja. Bacteriën, er zijn bacteriën, die vinden PVC hartstikke lekker, hoor. PVC, dat... Ja, het heeft een lange tijd voordat dat verpulverd en verdingest is. Maar... Ja, dan, wat is er nou weer erg aan? Huh? Ja, je hebt wel gebieden waarin mensen ontzettend slordig omspringen met dat plastic. En, ja, en die flikkeren al die rotzooi... Uh, ja. Dus daar liggen de stranden helemaal vol met troep. Dat is niet hier in West-Europa, by the way. Dat zijn andere gebieden waar mensen het niet zo nauw nemen met dat soort dingen. Maar hier in Zandvoort, daar gooit niemand zijn plastic in zee. Dus ik zou niet weten wie dat doet. En de plastic dat gaat allemaal naar de vuilnisbelten. Ja. En dan moet je wel even wachten voordat dat helemaal verteerd is. Maar over 500 jaar of zo is dat weg. Nou, dan kan je natuurlijk in de, terug, in de tussentijd kan je dat plastic gaan verzamelen. En dan kan je nieuwe dingen van gaan lopen bakkeren. Ja, dat kan. Maar dan heb je nog steeds plastic. En jaarlijks wordt er ik weet niet hoeveel plastic bijgemaakt. En, ja, je, je hebt gewoon een enorme berg plastic. Maar is dat erg en waarom? Krijg je de puistjes van? Nee, joh, gaat er weer. Als dus je dat op de juiste manier ja, een beetje in stukjes hakkert. Ja, dan, ja dan, dan, verpulver, dan, dan verrot en verteert dat langzaam. En hier in Arnhem verdwijnt denk ik het meeste plastic bij uh, duiven. Daar zit zo'n afvalverbrandingsoveninstallatie. Ja, dan wordt het verbrand en dan komt het in de atmosfeer terecht. Oh. Is dat erg? Helemaal niet. Kom je erbij Dat waait weg, dat verdunt, uh, ja, er blijft niks van over. En die moleculen, die atomen, ja, die raak je niet kwijt, maar dat wordt ergens wel geabsorbeerd door een plant of een, of een dier of een mens. Dus er zal altijd wel weer wat inzitten wat je toch wel weer nodig hebt, eh, als organisme. Nee, joh, er is helemaal niks aan de hand. Ja, wat ik ook niet zal vergeten, als ik was in Chartres, dat is een plek in Frankrijk, daar staat de allergrootste kathedraal van Europa. En die kathedraal is gebouwd, gefinancierd door de bevolking van Chartres in die tijd. En die mensen, die is verteld dat de oude kerk die was getroffen door een blikseminslag. En dat was een straf van God voor hun onzedige gedrag. En dat zouden ze goed kunnen maken. door uh, met geld over de brug te komen. om die enorme kathedraal te gaan bouwen. Ze hebben de bevolking van Chartres heel veel angst aangepraat. Geld uit de zak geklopt. En wat hebben ze met de poen gedaan? Ja, een enorm. Ja, je, er zijn mensen die vinden dat mooi. Ik vind het walgelijk. En die kathedraal van, van Chartres? Die interesseert me echt helemaal niks. Want je mag als je morgen omvalt. Door dat andere gebouw wat in, in Parijs in, in de fik heeft gestaan, dat is die in die Notre Dame of zo? Ga er weg, man. Lelijk stom gebouw. Ja, dat vind ik het hoor. Maar... Wat moet Parijs met zo'n ding? Ja, er zijn die zijn eraan gehecht. Het is een Notre Dame, ja. Notre Dame betekent uh, onze Dame. Het slaat op Maria. zijn Maria-kerk. Maria-verering. Ja, de heidense toestanden, man. En wie heeft het dan over de CO2-belasting? Oh, dat is ook met die CO2. Die oorlog in Irak. Oorlog in het algemeen. Oh, die bommen en granaten. Wat denk je wat het dan niet kost, man. een, een CO2. Zo'n Abraham tank. Weet je, de allergrootste tank van de Amerikanen. Zo'n zo ding rijdt 1 uh, liter uh, huppeltje per brandstof op 100 meter of zo. zo uh, 10 liter per kilometer. Maar nou, daar hoor je niemand over. Nee. Nee, wel over de Renault-Clio van uh, Tante Gerda. Oh, dat is wel, uh, ja, die benzineauto's die mogen straks niet meer in de stad hoor. Dan moet, tante Gerda moet een elektrische auto aangeschoven. En als Tante Gerda daar geen geld voor heeft, ja, dat is dan is dat een voor Tante Gerda. Maar uh, ja, dan komt ze de stad niet meer in. Nee. Ha 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 ha. En die ook zijn andere angsten, dus vaccinaties. Daar zijn we nou niet bang voor. Dus ik ken ook zo iemand, dat Marco, die is helemaal pro-vaccinatie. Want die heeft vroeger de mazelen gehad. En hij zegt dan dat hij nog steeds last heeft van het feit dat hij toen de mazelen heeft gehad. Inmiddels is Marco 54. Ja. Ja, nou goed. Dat, uh, dat, is, dat is het konto van Marco, hoor. Als hij dat zo ervaart, daar moeten we er maar respect voor hebben, of zo. Maar als ouders hun kind niet willen laten inentelen, te, inentelen tegen de mazelen, dan maakt mij dat niet uit. Moet ik er bang van worden? Ik, bedoel, ik heb de mazelen gehad. Het was voor mij een korte vakantie. Meer niet. Ja, je hebt er een beetje last van. En je hebt moeite met slikken. En je hebt koorts. En, uh, ja. Ik vond dat niet uh, super vervelend. Ik vond het wel fijn dat ik niet naar school hoefde. En je krijgt lekker aandacht. Ja, ik vond het wel leuk. En de bof heb ik volgens mij ook gehad. En ik heb ook nog een keer heb ik een hele vervelende keelangina gehad. Nou, daar was ik wel even van onder de indruk. Dat hakte er zwaar in. En dan heb ik antibioticum geslikt, toen was die keelangina vanbij. Maar drie maanden later kwam die terug. En toen had ik niet de mogelijkheid om. ...antibiotica te scoren. Want ik was op vakantie in Zuid-Frankrijk. En ik had geen zin om... ...met mijn slechte Frans ...naar zo'n Franse dokter te gaan. Dus ja, straks ga je voor een keelangina... ...en dan word je wakker in het ziekenhuis... ...en is je linkerbeen afgezet. Ba oui, ba non. Oelala, c'est qui passe. Ik vertrouw doktoren toch al niet zo. Franse doktoren... ...met die taalbarrière. Ja, laat maar zitten. Ja, toen heb ik die keelangina uitgeziekt op vakantie op de camping bij 40 graden Celsius buiten. En een zware koorts, man. Nou, daar heb ik uh, uitgeziekt. Mijn vriendin, helemaal zaggerijnig. Van noem je dit een vakantie? Je doet helemaal niks. Hè? Je ligt hier maar een beetje Maar <laughs> ja, zoals een vrouw heb ik later geleerd. Zoals een vrouw in het algemeen. Hè? Toen had ik van, uh, tegenover die vriendin van mij dacht ik nou, wat een vervelend sujet is dat zeg. Toen wist ik nog niet dat uh, de meeste vrouwen uh, zo reageren in zo'n situatie. Hè. Die denken meer vanuit zichzelf. Hè. Ja joh, al die angsten van al die mensen word je een hoop aangepraat hoor. Dat is girl, en ik heb een hele leuke vrouw. Die is uh, Duitse afkomst. Die praat van het schattige Nederlands. Ik vind het zo schattig, hè? Nederlands met een Duits accent. Hè? Ik vind het bijna deftig klinken. Duits is toch al zo'n deftige taal, hè? Goeden taak, zeer wel eerder geleerde heer. Zo. En die is dan uh, homeopaat of zo. Ja, ze is afgestudeerd. Ze is bijna klaar. Of, uh... En dan had ze nou een artikeltje opgedukkeld ergens over kanker. En dan ging het over huidkanker. M melanomen of zo. Nou, het voorkomen daarvan, dat is de laatste jaren. Is dat met een factor 30? 30 keer zoveel, hè? Rara, hoe kan dat? En dan wordt er gezegd: ja, dat komt omdat mensen veel te veel in de zon zitten. Ja, dat is maar de vraag. Het zou ook heel goed kunnen dat mensen juist te weinig in de zon zitten. Ze veel te veel binnen zitten. En daardoor niet meer. Uh, ja. De benodigde vitamine D binnenkrijgen. En als ze dan een keer naar buiten gaan en ze gaan in de zon zitten. dan smeren zij zich in met beschermingsfactor 16 of zo. Of 10, of wat doen ze dan? Ja, dan moet je even weten wat je dan op je huid smeert. Hè? En dat weet je namelijk niet. Dus in goed vertrouwen zit jij jezelf in te smeren met iets wat heerlijk ruikt. Maar die substantie, die, die, dat weet je toch helemaal niet? Wat je wel weet, is dat je, je smeert die zonnecreme op je huid... en die wordt vervolgens opgenomen door je huid. Dus alles wat je erop smeert, dat wordt opgenomen door het lichaam. Ja, en wat zit erin? Kijk maar op de bijsluiter, maar die zit er niet bij. Oh, dus er zit zunblok zit erin. Ja, maar wat is dat dan? Dat cadmium Ja, nou, niet dat dat bestaat, maar ja. ik zeg maar wat. Organische mangaanverbinding of zo? Het zou zomaar kunnen, hoor, dat die melanomen, dat die dus veroorzaakt worden door die bangmakerij. Van die UVB-zaling, UVB-straling. Oh nee, UVB, de, 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 pas op, ga uit de zon, ga uit de zon. En oh. en dat je daardoor een zwakte creëert in je huid, gebeuren ze dingen. En het artikel wat die, die Duitse vrouw, uh, jonge vrouw, had opgedukeld... Zij had dat niet geschreven hoor, een ander had dat geschreven. Maar die persoon zei dus dat heel veel van die melanomen, die ontstaan op plekken die helemaal niet per se vaak in de zon komen. Ja, dus ergens op je schouders of zo, terwijl mensen dan altijd met een t-shirt naar buiten gaan. Dan hebben ze toch ergens op een schouderblad hebben ze een melanoom. Terwijl die plek helemaal niet veel in de zon komt. Je zou dan verwachten als zonneschijn zo gevaarlijk is dat je melanomen krijgt uh, ja, op, die, op de bovenkant van je hand. Maar dat is dan niet zo. Heel veel dingen. Er worden hier dingen over aangepraat. Mensen worden er super bang van. Maar weinig is echt waar hoor. Ja, bijvoorbeeld global warming. Ja, de temperatuur wereldwijd stijgt. Zonder meer. Maar het stijgt niet heel veel. Ja. En de zeespiegel stijgt. Ja, in ieder geval hier in, bij de Noordzee. Hij stijgt trouwens niet overal. Er zijn ook plekken waar hij daalt. Dat heeft dan weer te maken met dat aardschollen, de, 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 de grond, zeg maar. Die is aan het schuiven, die stijgt en die daalt. En, ja. en als die dan ergens uh, weet ik veel, aan het dalen is, dan, ja, dan moet je hem ook niet vastpinnen. Maar. De, de zeespiegel is niet uh, even hoog overal, of zoiets. Dus ja, moeten wij ons nou zorgen gaan maken? Nou, wij hier in Nederland in ieder geval niet. Door die 10 centimeter van de afgelopen 50 jaar, dat heeft niemand gemerkt. Helemaal niemand. Nou, de verwachting is dan dat je de komende 50 jaar weer zoiets voor je kanus krijgt. En dan is het, ja, het is punt 1 de vraag: gaat het de komende 50 jaar met 10 centimeter stijgen? Dat is de eerste vraag. En als dat zo is, nou, dan kan je verwachten dat het nog een keer zal gebeuren. Maar er is geen sprake van het feit dat de, de zeespiegel sneller aan het stijgen is de afgelopen 50 jaar. Hè, dat die tien jaar, 50 jaar geleden steeg hij maar een klein beetje per jaar. En de laatste 10 jaar is hij heel erg veel gestegen. Nou, dat, is, dat is niet waar. Het is echt ongeveer 0,2 centimeter per jaar. Ongeveer pak een beetje. het. Het heet lineair of, of rechtlijnig. Tja. Ja, ik maak me nergens zorgen over. Ik zit hier in Arnhem. Zolang de Rijn nog naar het westen stroomt, dan weet ik dat in het westen dat het lager is dan in het oosten. Als de Rijn terug gaat stromen naar Duitsland, dan is het tijd om je zorgen te gaan maken hier in Arnhem. Maar voorlopig is dat nog niet hoor. En dat hoogteverschil van Arnhem tot en met. Uh, waar gaat de Rijn ook alweer uh, in de zee in? Dat hoogteverschil de dus, dus meters. man. Dus die 10, 20 centimeter, ja, who cares? Allemaal bangmakerij. Met als doel om ons geld uit de zak te kloppen. Meer niet. Geld voor heel veel dingen. Ga ja. ik weer naar het rapport van de Club van Rome. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Allerlei dieren en plantensoorten zouden uitsterven. Dat is helemaal niet gebeurd man. Ja, de dodo is uitgestorven, maar ja, dat is al heel lang geleden dat hij uitgestorven is. We hebben gewoon al die dodo's opgegeten. Schijnt een lekker vogeltje te zijn. Scheen. <laughs> al die dodo's die zijn op de barbecue beland. Ja, dan zijn er geen dodo's meer. Maar voor de rest zijn er een hele hoop andere vogels, hoor. En insecten en amfibieën en hagedissen. Nee, het rapport van die Club van Rome. Het heet uh, ook weer grenzen aan de groei. Uiteraard. Nou, er is een grens aan de groei. Dat lijkt me wel. Maar dan kijk je naar het blanke ras, ja, dat groeit helemaal niet meer. We zijn aan het dalen. Het blanke ras is 5% van de wereldbevolking. En het neemt ieder jaar af. Dus zodanig is het blanke ras nog maar 1%, 2% van de hele wereldbevolking. Dan krijg je een heel ander verhaal hoor. Ik denk wel dat je ervan uit kan gaan dat. Wij dan niet behandeld zullen worden zoals wij nu bezig zijn met de minderheden uh, positief te discrimineren. Dat, dat hoef je tegen die tijd dat het blanke ras dus echt een zware minderheid is, uh, of zwaar in de minderheid is, dat denk ik niet dat ze dan klaarstaan met positieve discriminatieprogramma's. Maar misschien ben ik een zwartkijker. Dat ja, zien we dan wel weer hoor. En trouwens, als je er echt bang voor bent, doe er wat dan. Maak een vrouw zwanger. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren hoor, naar deze beschouwing over de uh, globale bangmakerij. Maak je niet zo zorgen, man. Hoe maak je je zorgen over het feit dat ze met het openbaar vervoer.. hebben ze een geweldig goed werkend systeem. met strippenkaarten en treinkaartjes. hebben ze vervangen door een belachelijk bliepe bliep systeem. met chips. Oh, een irritant systeem is dat. Hè? Kijk, dat is vervelend. Dat is, uh, een dagelijkse irritatie. Maar ah, voor de rest ja de btw gaat binnenkort een 23 procent wat ook vervelend en je kijkt in Arnhem de middenstand man nou, er is echt geen reet van over winkels die goed draaien dat zijn de action weet je, van die goedkope troep en de Primark met van die goedkope textieltoestanden maar zoiets als de Hema Oh, die heeft het moeilijk hoor. Het is bijna luxe wat je daar uh, kan kopen. En dat was vroeger niet zo. Hè? Vroeger was de, wat je in de HEMA kocht. De, ja, de HEMA was een van de goedkopere winkels. Ja, nu is dat overgenomen door een Primark. Je kan het nog goedkoper. Hè? Ja, dat is niet zo leuk. Dat kan je uh, op je vingers natellen. Uh, mensen hebben straks helemaal geen pensioen meer. En, uh. Nee, die jeugd die heeft een, uh, die gaat een tijd van armoede tegemoet. Dat kan ik je wel vertellen. En daar is weinig oog voor vanuit de politiek. Dat uh, kan ik je ook vertellen. Dat zijn mindere punten. Maar voor de rest met de CO2 en het gat in de ozonlaag, dat is volgens mij alweer dicht. De zure regen, nou, daar heeft niemand meer last van. Nou, de zeehondjes zijn niet uitgestorven, dat groot plezier van de ijsberen. Want die eten namelijk zeehondjes. Lekker hoor, als ijsbeer. En dan als morgen word je wakker, denk je: maar, wat eten we vandaag? Oh ja, zeehond. Nou, eens even kijken waar zaten ze ook alweer. Oh, ik zie er al eentje. Nou, wil jij ook een zeehond? <laughs> oh, alleen als hij uh, ijs en ijskoot is. <laughs> ja, die ijsberen die lachen zich kapot, joh. Ja. Er werd ook tegen Al Gore gezegd, hè, dat sinds de, uh, dat zijn boek uitgekomen is... dat de ijsberenpopulatie op uh, de Noordpool alleen maar toegenomen is... Daar maakte El Gore ook nog een grapje over. Ja, want hij had in zijn boek gezet dat die ijsberen... die waren ten dode opgeschreven. Want die hadden geen ijs meer om op te lopen beren. Ja, ijsberen betekent heen en weer lopen. Ja, dat is zo zielig voor de ijsberen. Nou, dat is helemaal niet zielig voor de ijsberen. Nee, helemaal... <laughs> zijn er zijn nu meer ijsberen dan toen. Nee mensen, jullie kunnen rustig gaan slapen. En, uh, ga er maar vanuit dat de zeespiegel is morgen weer een beetje gestegen. Want hij stijgt met 0,2 centimeter per jaar. Dus dat is 0,2 centimeter gedeeld door zeg maar, 400. Dus uh, gaan we even de rekenmachine erbij pakken. Als je even rekening houdt dat je... Even kijken, dan moet ik even een lampje erbij hebben. 0.2 gedeeld door, even netjes, 3, 5, 6. 1, nee, 3, 6, 5. Ja, dus morgen als je wakker wordt, dan is de C-spiegel met uh, 0,0005 centimeter gestegen. Dus je hoeft nog niet morgen uh, ja, op internet op zoek te gaan naar uh, extra hoge lieslaag, zo of zo. Dus het valt allemaal nog mee. Hier. Dus ga maar lekker slapen en maak je nergens druk over. En ik ga lekker op zijn hamburg zeggen: tjus en dag lieverds. Tot morgen.